Nou, wij proberen deze meneer op een nette manier lastig te vallen dat hij niet verder gaat met de uitvoering van zijn opdracht. En zijn opdracht is om hier de voormalige kwekerij Stuivenberg alle bomen eruit te trekken. Nou, wij zijn daar ontzettend over teleurgesteld, ontzettend boos over dat wij als buurtbewoners van het Almeloze Kanaal en ook deze mensen van het Almeloze Weg, is het geloof ik, die huizen hierachter. We zijn totaal niet geïnformeerd door de gemeente of door wie dan ook. Nou, wij vinden dat onze leefomgeving ernstig wordt aangetast. Er is geen visie achter waarom dit nu leeg wordt getrokken. Ik vermoed dat het te maken heeft dat de SNS-bank, die is inmiddels eigenaar. Er zijn verschillende projectgroepen failliet gegaan. SNS is inmiddels eigenaar. Ik vermoed dat zij zich hebben laten adviseren. Je kunt die grond het beste verkopen als je al die bomen eruit hebt. Nou, er ligt verder geen plan achter. Het zit alleen maar dan te wachten op verkoop. Van de gemeente hebben we gehoord dat er ambities zijn om te gaan bouwen. Nou, dan moet een bestemmingsplan worden gewijzigd. Daar gaat jaren overheen. Dus als wij deze man niet tegenhouden, dan gaan alle bomen eruit. En zal hier de komende jaren een braakliggend terrein liggen. Wij vinden, laat dan de komende jaren die bomen staan. En daarna zien we wel weer verder. Ja, wat betekenen deze bomen voor jullie, dit gebied? Het is prachtig mooi groenstuk. Er is een mooie fietsroute hierachter net aangelegd door de gemeente. Nou, als al die bomen weggaan, is dat allemaal heel erg kaal. Als je Zwolle binnenkomt rijden, heb je prachtige bomen, zowel aan de linker als aan de rechterkant. Is nu allemaal weg. Ja, wij vinden het heel erg dat het zo in één keer weg is. Ook, we krijgen veel meer lawaai bij onze woonboten van de Heinoosseweg. Die bomen vingen ook heel veel op. In de herfst, die bomen, die kleurden prachtig. Dat was altijd een groot genot om naar te kijken. Maar wij vinden het heel vervelend dat de gemeente dus eigenlijk alleen maar bezig is geweest, dat vermoeden wij, met straatjes schoonvegen en zeggen van jongens, het valt niet onder de boswet, het is kweekgoed, dus jullie doen maar wat je wil. Wij hoeven geen toestemming te verlenen of te verbieden, jullie kunnen doen wat je wil. Maar wij missen gewoon volledig de visie van de gemeente, van jongens, het is ook jammer dat dit allemaal verloren gaat.